Au. Nu krijg ik zo'n... Oh, dat is echt een poeder. Wow. Hey allemaal. Welkom bij deel 2 van de Primark spulletjes test video. In de vorige video heb ik bijvoorbeeld dit bronzing palet getest. Leuke bandana's. Een bellenblaaspistool, voetenspray, allemaal leuke dingetjes. Ik heb dingetjes geproefd, deze beker, helemaal leuk. En ik neem nu deel 2 op, want anders vond ik het te lang worden. Deze bril zat er ook in. En ook deze bril, allemaal super super leuk. Maar dat is zoveel dat ik dacht, ik doe het in 2 delen. Dus ik heb nu gewoon hetzelfde aan, het is hetzelfde moment. Maar ik ga nu een deel 2 opnemen. Hey, oh jij wil het bellenblaaspistool hè? Schatje. Op nu. Laten we beginnen met het volgende deel. Ik heb heel veel haarproducten. Ik ga eerst eventjes, daarvoor moet ik mijn haar een beetje los gaan doen. Dus ik ga eerst nog eventjes kijken naar de spullen die niet voor mijn haar zijn. Oké, ik heb echt allemaal haarproducten. Eerst eventjes dit. Hier was ik heel benieuwd naar. Watermeloen is echt mijn lievelingsgeur. En ik zag deze. Ik heb echt gewacht om hem te testen. Deze watermeloen handcreme. En bij Primark zit het meestal niet gesealed. Oh, hij is wel gesealed. Dat is heel erg fijn. Heel benieuwd of hij lekker ruikt. Op zich is watermeloen vaak wel echt... Ja! Oeh, hij ruikt super lekker. Oh, het is wel een beetje... Ken je dat als je net smeert dat het nog een beetje wittig is? Hij is een beetje dik, maar vind ik eigenlijk wel lekker. Want vaak zijn handcremes... Ik hou wel van dunne cremes, maar soms zijn ze zo dun dat het helemaal niet voelt. Hé, ken je dat? Het wordt zelfs een beetje plakkerig, maar... nee. Ik ga even kijken of het snel intrekt. Dan is het oké, maar anders is het nu heel plakkerig. Dat vind ik niet zo heel erg lekker. Oh, hier was ik zo benieuwd naar. Dit moet ik echt niet vaak gaan eten. Want volgens mij is dit een beetje zo'n sportersbar of een maaltijdsvervanging of zo. Maar ik moest hem testen. Dit heeft dus 20 gram proteïne. Maar het is een white chocolate cookie dough bar. Ik zag deze stukjes cookie dough. Deze. En needed to try this. Ze hadden nog 2 andere varianten. Ik weet even niet meer. Wow. Dit ziet er heel erg ziek lekker uit. Dit is erg. Moet je kijken. Hoeveel calorieën zit hierin? 195 per 5. 195 in deze hele bar. Dat is minder volgens mij dan een Mars of zo. Oh mijn god. Wauw. Dit is een laag. Het lijkt chocola, maar dat is denk ik de cookie dough. Dan een laag karamel. En of zijn dit die bolletjes misschien cookie dough? Nee. Nee. Niet lekker. Dat bruine laagje eronder is precies zoals van die maaltijdrepen. Als je dat kent, zit daar een heel gek smaak in. Ik proef geen cookie dough. En ik vind de witte chocola niet naar witte chocola smaken. Zo, dat is even fijn dat ik dat heb getest. Want het zag er namelijk heel erg lekker uit. En dat was het niet. Dit is een spray. Ik heb ook een slaapspray. Die heb ik nu niet, maar... Ik heb die nu getest. Ik weet niet of ik het echt vind werken. Ik geloof wel op zich in. Of geloof in. Ik vind het wel fijn om van die lavendel. Bijvoorbeeld van Lush heb ik zo'n sleeping powder. En dat. Mooie highlights zeg. En dat vind ik wel heel erg chill. Maar ik vond die spray niet heel erg lekker qua slapen. Maar deze heb ik nog niet geprobeerd. Anti-stress spray. Het ruikt naar muggenspray. Met... Oh, mug met lavendel, dat is het. Lavendel, geranium en ylang ylang. Spray stress away en face the day. Nou, het kost 1,50. Het is leuk om te proberen. Misschien is het wel zo dat je er rustig van wordt. I don't know. Dan heb ik nog heel leuk een oogmasker. En ik ben benieuwd of die lekker zit. Ik heb wel van dit soort oogmaskers, maar ik vind het nooit comfortabel. En mijn neus is best wel... Die loopt best wel zo. Dus die maskertjes die zitten nooit goed bij mij. Deze denk ik ook niet, maar... Nee, ik kan... Misschien hebben jullie dat ook wel, maar ik kan er echt onder kijken. Kijk. Mijn neus begint... mijn neus begint hier. Dus dat is best wel hoog, als je snapt wat ik bedoel. En je ziet echt blauw. Nah. Gewoon net als alle andere gezichtmaskertjes. Maar hij is wel heel cheap. Maar hij is wel leuk, hè? Hij is wel leuk. Dan heb ik nu wat haarspulletjes. Ik denk dat ik eventjes mijn haar los moet gaan doen. Ja, ik heb dus ook wat. Eigenlijk moet ik dit wel gaan testen. Deze waren 6 euro per stuk. Dit had je bij de Primark.
In zowel Amsterdam als Almere heb ik ze gezien. En dit zijn van die haarsprays, net als die L'Oreal Colorista's. En ik was heel benieuwd of deze beter zijn, want ik vind die van L'Oreal niet zo heel erg fijn. Ja, dat het nu tijd is dat ik mijn haar eventjes los ga doen. Het zit wel heel... Mijn haar zit nu zeg maar niet zo goed, want ik heb het gisteren gesteld. En daarna in een knot ermee geslapen. En als mijn... Ik moet mijn haar of stijl hebben, of zoals het van nature valt, maar niet gesteld. En daardoor door een knotje weer een soort van slag erin. Dan staat het gewoon niet zo mooi. Ik doe tegenwoordig zo'n knot en dan zet ik het vast met wat clipjes. Dan krijg je dus zo'n wilde knot. En moet je natuurlijk wel wat haar voor hebben. Maar volgens mij zelfs met dun haar. Mensen vragen wel eens hoe maak jij een knot. Nou, tegenwoordig doe ik het zo. Oké, ik heb als eerste een shower cap. Ik moet zeggen dat het is vaak zo van oma-achtig. Een douchekapje. Noem je dat nou? Ik weet het echt niet. Maar vaak vind ik het wel handig. Als je gewoon echt eventjes lekker wil douchen, maar je wil gewoon niet dat je haar nat wordt. Dan... Wauw. Je denkt van, oeh, goals, mermaid-achtig. Hij staat ook niet heel erg goed bij dit rood. Ik vind hem wel, ik had gedacht van, nou, leuker dan zo'n oud bollig kapje. Maar ik vind het niet heel mooi staan, maar ja. Ja. Beautiful. Oké, dan heb ik nog wat. Dit is een All That Glitters Bold... A Gold Brightening Mist. Instant Spray-On Hair Shimmer. Je had ook een rode. Goed schudden en dan 10 tot 15 centimeter van je haar. This product may stain. Oké. Het is dus... ik hoop niet dat het echt zo'n feestwinkelspray is. Die vind ik verschrikkelijk. Zie je wat? Doe het heel even. Oh! Wow, er komt echt heel veel vanaf. Ja, ik denk dat je dit in de zon heel erg zou zien. Wat kost het? 2 euro. Dat is wel heel erg goedkoop, vind ik. Het voelt niet hard. En dat is bij die feestwinkelspray. Dus dan wordt je haar volgens mij hard, toch? Van die haarlap. Nou, ik zag op mijn hand. Dit is de afdruk. Dus dat is echt één spreetje. Dus ik ga ervan uit dat als de zon... Het lijkt wel weer meer volume. Dat als de zon schijnt erop, dat je dit zeker ziet. Heel benieuwd of jullie het... nu kunnen zien. Ik denk het eigenlijk niet. Leuk. Ik vind het leuk. Ik heb dus nog wat. En dat is een glitter hair powder. Die was 3 euro. Dat is dit. Het is weer heel anders. Shimmer hair powder. Adds volume and texture with a subtle shimmer. Dus dit is zo'n volumepoeder. Ik gebruik dat soort dingen nooit. Want ik wil juist liever wat minder volume. De geur is niet... je denkt dat je dit ziet van, oh, lekkere geur. Dit is het. Het is een beetje een roze poeder. Met een klein glansje erin. Ja, dit moet zo. Ik vind het altijd niet zo praktisch. Hoe moet je het op je haar gooien? Ik ben bang dat het dan lijkt alsof je roze hebt. Oeh! Kleeft dit nou zo erg? Of is dat nog steeds die... watermelon handloosje van de vorige video. Au. Nu krijg ik zo'n... oh, dat is echt het poeder. Dat is dus volumepoeder. Shake the powder onto the roots of dry hair. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is dus wat volumepoeder doet. Het geeft het zo'n gevoel alsof je kauwgom in je haar hebt. Daar hou ik helemaal niet van. Daar hou ik echt niet van. Maar dan kan ik je wel vertellen dat die goed is. Want dit is echt... Ik wil meteen mijn haar gaan wassen, zeg maar. Maar zie je ook de glitters. Zien jullie iets van glitter? Nou ja, ik zie op mijn handen wel glitter, dus het zit er wel in. Zo, het voelt alsof ik een suikerspin... Als je dit door je hele haar doet, dan krijg je best wel wat van nu. Maar ja, ik hou er niet van. Ik vind het gewoon niet mooi bij mezelf staan. Maar die is ook wel goed, maar dit is dus wel... zelfs mijn handen voelt alsof ik mijn hele hand vol heb gespoten met haarlak, zeg maar. Dus ik vind het niet fijn, maar heb je volume nodig? Dan is dit wel een aanrader. Even kijken. Dan hebben we nog de haarsprays. Roze en Icy Blue. Ik kan het wel gewoon even in de onderkant van mijn haar gaan testen. Oké. Er zitten zelfs helemaal handschoentjes bij. Oh, het is een flinke fles. Dit is veel meer dan de L'Oreal Colorista's. En dat zijn sprays als in een haarlakspray. En dit is echt een vloeibare spray. Wauw, dit is... chill, want dit kost dus maar 6 euro en het ziet er best wel professioneel uit. Kijk, een hele gebruiksaanwijzing. Hoe lang blijft het dan ook weer zitten?
Up to 3 washes. Oké. Okay. Creating pastel shades on blonde hair. Dus het is wel eigenlijk voor blond haar. Oh, als je gele of oranje tonie haar hebt, kan het een andere kleur gaan krijgen. Je moet het to towel dry or dry hair. Dus dat is goed. En je moet je goed bedekken, want het geeft dus, het gaat knoeien. Weet je, ik ga het er gewoon op doen. Ik ga het testen. Ik ga er even voor staan. Oeh. Wow. Nou, weet je wat? We lopen gewoon heel even naar de badkamer. Wow. Super tof. Leuk kleurtje ook. Kijk, als je die van L'Oreal namelijk uitborstelde, dat kon niet. Want dat was echt zo'n spray. Zo'n haarlakachtige spray. Hele leuke kleur roze. Ik weet alleen nooit of uitborstelen. Ik zag wat het plaatje uitborstelen, maar dat... Wow. Heftig. Als je hier een beetje goed mee omgaat, is het heel leuk. Echt heel leuk. En het voelt gewoon alsof ik mijn haar nu nat maak met water. Dus het voelt helemaal niet naar of zo. Dit lijkt wel echt een haarverf. Alsof er gewoon echt kleurstof in je haar wordt toegevoegd. Nu de Icy Blue. Oké. Okay. Wow. Oh my god. Gelukkig is het niet... Oh, straks gaat het er... Bij sommige mensen zag ik dat die L'Oreal sprays er niet uitgingen. Het voelt super chill. Nou, top sprays zeg. Dus ik weet dat het nu niet mooi is, maar ik vind ze heel goed. Heb ik het nou ook in deze pluk haar gedaan? Ja. Kijk, hier is het wel tof. Alle kleuren van de regenboog. Ja, volgens mij wel. Volgens mij krijg ik het er nu uit. Want er stond ook dat je het moet feunen daarna. Dat is wel interessant om te weten. Want stel je doet het zoals ik en... Oh, mijn pleister. En het ziet er echt niet uit. Dan, kijken. Is het er nu helemaal uit? Dus als het nog niet droog is en je hebt het nog niet gefeund, dan krijg je het er gewoon nog uit. Dat vind ik zelf heel erg fijn om te weten. Maar ik geloof wel dat het, als je het goed doet, dat het gewoon echt blijft zitten. Want het was best wel sterk spul. Nou, ik ben super blij met deze sprays. En ik denk dat je... Oh, ik loop helemaal te druppen nu. Maar ik denk dat je hier echt heel erg iets heel erg leuks mee kunt doen. Dus zeker een tip. Heel erg leuk. Cotton Candy en Icy Blue. Had ik nog wat of was dit het? Kijk, nog één laatste dingetje. En dat is dit. Je had meerdere haarglitter sets. Iets duurdere met 3 kleurtjes volgens mij. En hier zit een kammetje bij en dit is er 1. En dat vond ik prima. En kijk wat een leuk zakje. Super schattig. Die kan je echt bewaren voor... Om dit in te bewaren of iets anders. Duikje. Die buik? Zo grappig. Ja, dat buikje dan. En dan een veel te kleine naaldraadje boven. Niemand heeft echt enig idee hoe je eruit ziet aan de onderkant. Nou. Haarglitter. Ik ben benieuwd. Vaak is dit soort gel ook echt heel erg goed tegen pluizer. Mijn haar is dus nu wel een beetje nat. Het lijkt alsof het al gebruikt is. Oh, ik heb nu al echt hele schattige glittertjes aan mijn vinger. Zou je het dan op de kam doen? Dat zou je doen. Wow, er komt wel echt heel erg veel glitter af. Kijk dan. Zie je? Wow. Ik ben altijd bang dat het er dan een beetje uitziet alsof het roze is. Oké, het zijn echt wel zichtbare glitters, maar het verdwijnt wel snel in je haar. Ik denk als je gewoon naar een festival gaat en je doet dit hele tubetje erin. Nou, niet het hele. Oh, ik zit wel helemaal onder de glitters nu, jongens. Nou, dan was dit het laatste wat ik ging testen. Oh, kijk, alle glitters vallen nu ook naar beneden. Dus zodra het loskomt van de gel, heb je een beetje een probleem. Ja, dat vind ik niet heel chill. Ik hou niet zo heel erg van glitters. Maar dat verschilt per persoon. Hou op, dit was het. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Als je deel 1 niet hebt gezien, vergeet die niet te kijken. En wil je vaker dit soort video's, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ook als je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren als je dat leuk vindt en je was hier nieuw en je bent nog geen abonnee. En dan zie ik jullie zaterdag om 9 uur met een nieuwe video. Hopelijk tot dan. Doei!